Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik met jullie de Wood Burning Pen van de Action gaan testen. En dat is deze pen. Dit is eigenlijk een houtbranderspen. Er zitten stems bij, tips en 3 hot stems. Er zitten dus een aantal dingen bij. En hier kun je dus heel makkelijk illustraties mee maken. En letters in hout. Je ziet hier ook een aantal voorbeelden. En in deze video ga ik dus deze met jullie testen en gaan we kijken of het zijn geld waard is. Dus ben je benieuwd naar deze houtbranderspen of het wat doet, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, deze pen komt dus bij de Action vandaan. De ene keer hebben ze hem wel en de andere keer niet. Het is heel verschillend. Je hebt er ook nog een uitbreidingssetje voor, die heb ik zelf niet, want die hadden ze op dat moment niet. Maar ik denk dat we gewoon als eerst eventjes de pen gaan uitpakken. Er zit natuurlijk weer zo'n heel erg... Oh ja, ik moet hem even opensnijden, want ik heb natuurlijk weer geen mesje bij de hand. Het doosje is geopend. Hij werkt gewoon op stroom, zie ik. Kijk, je hebt hier een stekkertje. Die moet in het stopcontact. Hij moet wel warm worden. Hier heb je dan... Even kijken hoor, ik moet zelf ook eventjes kijken. Dit is denk ik de stand. Nou weet ik niet zo heel goed waar die dus voor dient, want er zit verder geen blaadje bij. Dat was op zich wel handig geweest. Je moet met potlood een tekening maken. Het is ook allemaal natuurlijk weer hartstikke klein, die letters. Op hout. En dan moet je de brandpunt kiezen en deze op plaatsen op de pen. En je moet eigenlijk gewoon de tekening overtrekken. Ik krijg dus een aantal van deze. Oh, lekker. Ik trek ze allemaal open. Deze dingetjes erbij. En daarmee kun je dus op het hout branden. Ik heb hier een schuine. Ik denk zelf dat ik eerst een beetje met de wat kleinere ga proberen. Dus één van. Ik denk dat ik deze wil gebruiken. Deze draai je dus als het goed is gewoon op de pen. Zit met een soort schroefdraadje. En dan moet je de pen even warm laten worden en dan kun je hem dus gebruiken. Ik weet dus nog niet, ik weet alleen niet zo goed waar dit dingetje voor dient. Misschien dat je de pen daarop kunt leggen of zo. Ik heb echt geen idee. Maar ik heb wat spullen klaargezet en ik ga jullie dus laten zien wat ik wil gaan doen met deze pen. Dus we gaan deze gewoon proberen. Ik ga hem in stopcontact doen en dan gaan we wel zien of het lukt. Oké, dit is wat ik heb klaargelegd. Allereerst het bordje wat ik wil gaan gebruiken. Ik wil een naambordje maken, dus dit bordje wil ik gaan gebruiken. Ik heb een lineaal, of eigenlijk een geodriehoek, potloden en plakband. De bedoeling is dat ik het eerst even recht ga afplakken en dan de tekst erop ga maken. Dus daar ga ik eerst mee beginnen, met rechte lijnen afplakken, zodat het wel netjes en recht wordt. Oké, wat ik dus allereerst ga doen, is met deze lineaal... Hier langs ga ik plakband tapen, zodat ik recht de letters kan doen, zoals ik het wil. Kijk, dan wil ik het hierop gaan doen. Ik wilde eigenlijk tape hebben, maar dat is, dat had ik zo eventjes niet. Dan maak ik een lijn. Moet ik hem even zo leggen, hier. Want ik wil mijn eigen naam en ook de namen van de katten... En plakband kun je er ook wel weer makkelijk afhalen. Dus ik leg dit zo eventjes. Kijk, dan ga ik nu... Hier wil ik dan mijn eigen naam. Dan kan hier... het moet even zo. Het moet even een stuk overblijven. Want daar wil ik de kattenpootjes hebben. Zo. Het ziet er natuurlijk heel erg raar uit zo, maar zo gebruik ik eigenlijk wel een beetje het hele dingetje. Zo. Dan doe ik er hier nog even zo. En zo. Dan is het vrij recht. Nou, dan heb ik dat gedaan. Dan ga ik met een potlood dus eerst uittekenen of schrijven. Je moet het wel in blokletters doen. Dus ik pak hier eventjes een H1 potlood. Gewoon van Bruinseal. Hoeft verder niet heel bijzonder te zijn. En dan ga ik eerst even uittekenen.
Zoals ik al zei, het moet dus in blokletters. Het is nog best moeilijk om dit op hout te doen, moet ik zeggen. Kijk, want nu ga ik... Oh nee, dat kan wel. Kijk, normaal zou ik dit gewoon echt ook in kleine letters doen, maar ik denk dat dat echt te moeilijk is. Eigenlijk kom ik hier een beetje scheef omdat hier dus een inkeping zit. Dus deze wordt dan wat kleiner. Nou, dan staat die erop. Kijk hoor. Dan komt hier. Dan kan deze op zich al wel af. Want ik vind anders komt hij wel te ver naar onder. Dan moet ik hem alleen eventjes lospeuteren. Kijk. Dan kan hier de volgende komen. En dat is dus de naam van muis. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik dit doe. Dus ik weet ook niet of het lukt. Muis hebben we dan. Nou, dan kan deze weer er even af. Dan kan de naam van tijger kan zelfs iets naar beneden. Zo, die kan dan hier. Het zou dus makkelijker zijn als je dus eigenlijk een soort van stanzen had. Maar die heb ik dus niet. Dus ik moet het ook allemaal een beetje uit de losse pols doen. Zo, bijna. Dan staat die er ook op. Dan kan Mickey er nog mooi onder. En hier moeten dan nog kattenpootjes bij komen. Ik denk wel dat ik het iets te veel op elkaar heb, maar we gaan het wel zien. Deze moet zelfs een beetje doorgetrokken worden. Zo, dat staat er dan op. En nou alleen de kattenpootjes nog. Dus dat wordt nog een lastig karwei. Dit kan er dan mooi af. Dat doe ik dan even zo hier. Zo, ik hoop dat jullie de tekst een beetje kunnen zien. Het is niet heel duidelijk, maar op zich, ik zie het zelf wel goed, maar de camera heeft er een beetje moeilijk mee. Dus ik ga nu de houtbrander ga ik in het stopcontact doen en gaan we kijken of dat lukt. Ik heb dus dit pennetje erop zitten, maar ik heb hier ook de andere pennetjes liggen, dus ik kan wisselen. Ik denk dat ik gewoon eventjes met de naam begin en dan zien we wel of dat een beetje lukt. Zo, de brander zit nu in het contact. Ik moet zeggen, het begint al wel een beetje te ruiken. Dus ja, het zal wel even duren voordat die warm wordt. Maar er gebeurt nog niks als ik nu op het hout ga. Er zit wel hier een schroefje. Dus ik hoop wel dat ik hem goed heb. Dus ik denk dat we gewoon even moeten wachten tot hij goed warm wordt. Maar ik merk wel dat ik niet zo'n hele lekkere grip heb. Er gebeurt gewoon nog helemaal niks. Dus laten we gewoon eventjes wachten. Inmiddels is de houtbrander goed warm geworden. Dus we gaan het proberen.
ik moet zeggen dat er echt heel weinig gebeurt. En dat snap ik dus niet. Ja, het wordt wel wat donkerder, maar het is niet zo donker als dat ik had verwacht. Het stinkt wel heel erg, dat moet ik zeggen. Maar het is niet als je de eerste streep zet dat het al heel makkelijk gaat. Oké, laten we gewoon verder gaan. Ik vind ook dat je niet echt zo'n hele makkelijke grip hebt, weet je wel. Je kan niet echt... Oh, wacht, nu gebeurt er wat. Oké. Ja, er gaat eindelijk wat gebeuren. Blijkbaar was hij toch nog niet helemaal goed warm. Maar net wat ik zeg, de grip valt een beetje tegen. Het had dus ook wel met gewone letters gekund. Ik vind ook dat de houder, het vasthouddingetje, wordt ook wel vrij warm. Nou wil ik hem natuurlijk ook inkleuren. Ik denk dat ik daar wel een grotere voor heb. Dus ik ga gewoon eerst de letters maar even uittekenen. Ik denk dat ik dan een grotere moet hebben. Maar ik vrees dat ik daar niet zo makkelijk in kom. Want het is nu al vrij warm natuurlijk. Oké. Het is eigenlijk gewoon een beetje een kwestie van dit even overtrekken. Er gebeurt wel meer dan ik had verwacht. Oké. Misschien heb ik ook gewoon niet zo'n heel erg handig houtje hoor. Het valt een beetje tegen, moet ik heel eerlijk zeggen. Oké, dan zijn de eerste letters er nu in. Ik zal jullie even laten zien hoe het eruit ziet. Ik vind het lastig. Nou, dit heb ik nou gebranden en dit moet dus ook ingekleurd worden. Maar daar heb ik dus nu niet de juiste bende voor op zitten. Ik kan hem nu niet verwisselen, want hij is echt loeiheet. Ik ga even de rest van de tekst proberen erop te krijgen en dan kijken we daarna even hoe het resultaat is. Ik ben nog even verder gegaan met hier een tekstje te maken, maar het is gewoon best wel lastig met deze houtbrander. Ik heb hier trouwens inmiddels ook de stempeltjes gevonden. Hier heb je bijvoorbeeld een rondje, die kun je ermee inkerven. Je hebt ook een soort, ja, wat is dit? Ja, een soort klavertje 4. En je hebt hier nog een dingetje. En dan zijn dit dus de puntjes die ik net liet zien.
Maar verder dan dit kom ik nu eventjes niet. Dus dat is even lastig. Nou, wat vind ik nou van de branderpen? Allereerst weet ik waar dit dingetje voor dient. Want hier kun je de pen opzetten om hem warm te laten worden en ook om hem af te laten koelen. Dus dan hoef je hem niet steeds vast te houden. Dat is ideaal. Ik vind het begin best wel moeilijk. Ik heb allereerst een verkeerd puntje gebruikt. Want ik heb een vrij dun puntje erop gezet en ik had een iets dikker puntje moeten hebben. Het duurt 6 minuten om hem warm te laten worden en ook nog eens 7 minuten om hem af te laten koelen. Als je dus een verkeerd puntje hebt gepakt, zoals ik, kun je hem dus niet zomaar eventjes verwisselen omdat dat ding loeiheet is. Daarnaast vind ik het best wel lastig om hem vast te houden, want het is niet zoals met een pen die je gewoon in je handen hebt en je moet best wel veel kracht zetten. Dus het vasthouden is een beetje lastig. Ik merk ook dat het handvat ook wat warm wordt. Dus dat vind ik een beetje lastig. Je hebt wel een roterende snoer, dat vind ik op zich wel handig. Maar kijk, ik vind het resultaat nog niet fantastisch. Ik kan helaas nu ook niet verder omdat ik een verkeerd puntje heb. En ik moet een wat dikker puntje hebben en ik kan hem dus nu niet verwisselen. Dat vind ik wel lastig. Daarnaast heb ik een bordje wat ook best wel veel groeven bevat. En dat maakt het wat moeilijker. Ik denk dat ik beter een glad houtje had kunnen hebben om te testen. Maar ja, die had ik niet. En ja, ik had hem ook voor een doel. Dus ja, dat maakt het een beetje lastig. Het idee blijft super leuk, dus ik ga hem zeker ook nog wel weer gebruiken. Om het bordje natuurlijk ook af te maken en om hem later met een ander puntje te kunnen gebruiken. Ik vind hem niet geschikt voor jonge kinderen, want het is toch best wel gevaarlijk. Ik vind wel echt dat je een leeftijd moet hebben dat je hier goed mee om kunt gaan, want ik vind het voor kinderen echt wel heel gevaarlijk. Ik denk dat het nog leuker is als je ook de uitbreidingssetjes hebt. Die heb ik dus niet, want die hebben ze momenteel weer niet bij de Action. We zitten in lockdown, dus we kunnen ook niet kijken of ze ze hebben. Het werkt met potlood prima. Je kunt het later ook gewoon uitgummen. Maar ik merk toch dat je het potlood niet helemaal volgt. Dat je dat toch niet helemaal doet. Op zich zie je het wel, maar ik wil dit dus meer inkleuren. En dat lukt dus nu niet. Als je hem echt voor eenmalig gebruik zou willen hebben, zou ik denken skippen. Want daar vind ik het gewoon te lastig voor. Maar zou je hier meer dingen mee willen doen en je krijgt er de handigheid in, is het echt wel een hele leuke tool. Ik denk dat het dan ook wel gewoon is. Het is leuk, maar het is wel heel moeilijk. Dus het heeft heel veel oefening nodig voordat je hier echt handig in bent. Dat heb ik wel gemerkt. Nou, dan was dit eigenlijk de first impression van de houtbrandingspen. Ik vind het wel leuk om er ook weer mee verder te gaan. Alleen het is gewoon jammer dat ik nu niet verder kan. Maar ik ga dit zeker de komende tijd ga ik het bordje proberen af te maken. En dan zul je het resultaat wel in mijn vlog gaan zien. Want ik wil dit natuurlijk gewoon wel afmaken. Maar nu lukt het gewoon eventjes niet. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij zelf zo'n pen hebt. Of dat je misschien van plan was om hem te kopen. Dat je nu denkt, ik vind het toch wel lastig, ik doe het niet. Of misschien ben jij er al wel heel erg goed in. Zou ik zeker leuk vinden om te horen in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Dat het ook duidelijk was hoe het een beetje in zijn werk gaat. Maar zoals je hebt kunnen zien, heb ik er heel veel moeite mee. Maar ik vond het wel heel leuk om dit te proberen. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat ook een abonneerknop. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online verschijnt. Vond je deze video leuk? Doe dan even je duimpje omhoog. En voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!